De delegatie die uit India naar Suriname is afgereisd, was erg onder de indruk van hetgeen Suriname heeft neergezet bij de viering van de herdenking van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur sprak van meesterlijk werk dat Surinaamse organisaties hebben neergezet. Ik ben tevreden. Ik ben ongelooflijk indrukwekkende hoeveelheid activiteiten, soms te veel, niet op elkaar afgestemd, maar al die NGO's, verenigingen hebben gezorgd voor hun portie. Zelf als minister wist ik niet, ik had 16 uitnodigingen op één dag. Ik moet zeggen dat ook een waardig bezoek hebben gehad van de president van India. Die was echt tevreden over het programma. De mensen rond het kabinet van de president en de Bibus, alle mensen hebben werk gedaan. Ongelooflijke organisatie. En laten we blij zijn, die vrouw is heel tevreden gisteravond vertrokken. We hebben als team een geweldige organisatie neergezet met dank aan iedereen. Volgens Ory mag teruggekeken worden op een mooie reeks aan festiviteiten. Hij benadrukt dat niet vergeten moet worden dat jubileumjaren gevierd worden. De minister verwijst naar een eveneens programma in verband met de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij.